30 meter en de start is gevallen. Tweede serie van Duindicht Zomersteeks der tweejarigen. De auto klapt de vleugels dicht en als het rollend materieel wegrijdt hebben we een totaalplaatje van het veld. We zien in ieder geval dat Afrodite Boko het commando heeft. Uitgeschakeld paard nummer 2, 2 galop. André Fortuna maakt de galopades en is uitgeschakeld en de paarden zijn voor de tribunes. Met Afrodite Boko aan de leiding. Uitgeschakeld paard 1, 1 galop. Amarian Vreo uit koers. Afrodite Boko leidt, Frans van der Blonk op de tweede plaats. Daarachter volgt de nummer 6, A Dream. Nee, dat is niet A Dream Wish, dat is Alphonse Miglior, Bot Junior. Zo gaan de paarden de bocht in. Daarachter volgt in derde positie dan A Dream Wish. Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan. Verder weg in het veld volgt Explosive, dan is het Baron W. En aangesloten is Arjan Buitenzorg. Deelnemers zijn op weg aan de overkant van de baan. En de leiding, die is in handen van Frans van der Blonk met Afrodite Boko, een dochter van Love You. Heeft een lengtevoorsprong met op de tweede plaats daarachter dan de nummer 4, Alphonse Miglior. Daarachter volgt op 3 lengte dan Baron W, die naar voren gaat aan de buitenzijde van A Dream Wish. En achter A Dream Wish is het Explosive. Achter Explosive volgt nog Arjan Buitenzorg. Paarden in de laatste bocht. Met nog altijd Frans, met Afrodite Boko de leider. Afrodite Boko, maar die Alphonse Miglior die ligt als een sluipmoordenaar in de wachtkamer. En inmiddels aangesloten in derde positie volgt Baron W. Dat zijn op dit ogenblik dan de paarden waar het om gaat. Als ze de laatste bocht doorkomen richting laatste rechte lijn. De rest zal alle zeilen moeten bijzetten. Explosive doet dat in het tweede spoor. Maar op afstand van de leiders. En we zijn in de laatste rechte lijn. Nog altijd Afrodite Boko die het commando heeft. 2 lengte voorsprong. Baron W die valt inmiddels aan op de in tweede positie liggende Alphonse Miglior. Paarden nu langs de intersectie van de banen. En het is aan de kop nog altijd Afrodite Boko. Maar daar komt Baron W. De Super Arnie Zone wordt losgelaten door Langeweg Junior. Aan de binnenkant is het echte Afrodite Boko. Afrodite Boko houdt stand. Afrodite Boko op de tweede plaats. Oei, is het Baron W. Daarachter volgt in derde positie dan Alphonse Miglior. Met verder weg dan Arjan Buitenzorg. Ja, ja, en hoe gelukkig kan je toch zijn als organisatie van de Toekom PNCL als de eerste grote tweejarige koersen alweer gewonnen worden door de daar geveilde paarden. En Afrodite Boko slaat toe met... En daar zijn onze winnaars, dames en heren, op het gras. En komen de bloemen en de felicitaties van eigenaar Schavenmaker in de richting van Frans van der Blonk. En ook Andries deelt uiteraard in de vreugde als trainer van deze Afrodite Boko. Prachtige Love You Mary, die duidelijk te sterk was en zich heel goed ontwikkeld heeft. We gaan nog even een mooie foto maken. 18-9 Frans, inderdaad. Maar ja, je weet het. Als je wint, dan hoef je niet harder. Zo is het ook wel. En je had genoeg over, dacht ik op het laatst. Jawel, ik durfde niet helemaal alles uit de kast te rijden nog, want hij zit nog wat aan zijn knieën en moet er nog wat zoeken tot hij wat vrijer loopt. Maar we zijn op de goede weg. En misschien als driejarige nog wel beter. Dat denk ik wel. Hey, gefeliciteerd Frans, je hebt überhaupt een mooi weekend. Ja, zeker. Nou, gisteren een mooie koers. Een overwinning was die je goed deed, of niet? Ja, zeker weten. Daar was ik wel aan toe. Zo sterk was ze ook zelden geweest, dacht ik. Ja, maar dat was ook, ik kreeg hem op maat en ik werd helemaal gebracht. En dat liep super. Heel mooi. En je gaat lekker voorrijden met deze en krijgt een heel groot applaus, denk ik, van het duinig publiek. Meneer Schavenmaker van harte, ook een mooi weekend voor u. En we kunnen in de handen, dames en heren, prachtige winnaars. Alweer een goede tweejarige kondigt zich aan. Op naar de Toekom PNCL vrijdag. Daar worden dit soort paarden verkocht. Afrodite Boko, Frans van der Blonk.